keer ben ik in auto, zoals je kunt zien. We gaan naar het pers-event van de Venusse Bron. Dat is in Emst. En ze hebben een nieuwe knijp kuurtuin. En die gaan we even kijken. En daarna ga ik ook nog lekkere massage krijgen. Waar ik heel veel zin in heb. En ik heb mijn moeder mee. Dus dat is wel heel erg leuk. En we zitten nu lekker in de auto. Op naar Emst. Ik ken het nog totaal niet. Nooit van gehoord. We gaan het meemaken. We zitten in de auto en wat zie ik? Maar ik weet niet Kevin. Ernaast, ja, ik weet niet wie die jongen ernaast is, maar die jongen achter het stuur. Die daar heb ik mee op school gezeten en die zit gewoon in de auto. En we zaten al, waarom staat hij te zwaaien, te toeteren en zo. En nu weten we het. En er zit hier mijn vlog. Ik hoop dat hij het leuk vindt. Moet hij wel kijken. En hij heeft nog Boys About Girls gedaan op mijn site. En dat is een hele tijd geleden, maar dat was dus een dingetje dat je jongens vragen kon stellen over meisjeszaken. En toen heeft hij ook als een van de vier jongens vragen beantwoord. En dat is Kevin. Super grappig. Puur genieten. Als we het over het begrip puur genieten hebben, dan zijn zowel de Venusse Bron als Knijp beide experts in het uitdragen van dit begrip. Wellness is tegenwoordig een booming business. De consument moet steeds meer in steeds minder tijd en is op zoek naar een stuk ontspanning, balans tussen geest en lichaam. Nou, we gaan nu in de kuurtuin wat dingetjes proberen. Ik moet niet praten, zoals je nu aan het praten. Het ziet er heel vet uit. Blote voetjes door het water, tot kniehoogte en verschillende ondergronden. Spannend! En het is geen zomer of zo, hè? Dus het is koud. Oh, koud. We kunnen het ook eten. Ah, oeh! Rustig aan. Oh, oh. Het is heel koud, of niet? Dit is koud, ja. Ja, maar het is heel koud. Ze lopen verschillende soorten. Dit is echt veel pijn. Ik ga niet meer. Oh, als je het afkrijgt. Die jongen niet. Wat is het? Ik heb geen mooie voet daar, nou. Ik wil nu warm maken. Ik wil nu warm maken. Het is zo koud. Het is koud. Je hoort Kim, de mannelijke beautyblogger, denk een man die, hè? Ik kan wat aan. Oh, je schat een nieuwe parfum van me. Wat zeg je? Het is wel een beetje Spartaans. Ja. Oh. Oh, als je valt. Als je valt. Het valt heel lekker. Plat. Ja. Met zand. Mijn legging gezakt heet naar beneden. Ik ben eigenlijk een heel stuk. Ik heb net door het water gelopen. Het was koud. Nou, ik was niet zo aan het aanstellen als Tim die de man is hier. Maar het is nu wel warm. Dat ik denk van, oh lekker. Maar nu komt de echte opdracht. Nu moet ik hier overheen lopen. Nou, let's do this. Kattenbak. En dan hier overheen. Geen probleem mee. Badslippertjes weer aan en dan gaan we zo volgens mij een massage en zo doen. Een lunch. Maar mijn voeten tintelen nu heel. Ik vind het wel lekker. Het is wel heel warm. Het heeft wel wat. Ja, het wordt warm inderdaad. Maar niet zeg maar op een andere soort warme manier dan normaal. Maar het voelt wel lekker. En het is wel grappig, want er zijn nu dus allemaal naakte mensen. En die kijken ons echt zo aan van, jullie hebben kleren aan. Daar klopt iets niet. Zo, ik ben weer thuis van de Venusse Bron. Ik heb nog een massage gehad. En daardoor ben ik nu helemaal zen en helemaal... Ja, mijn mascara is ook uitgelopen en zo. En ik zie er ook echt vet moe uit. Maar het was gewoon heel ontspannen en gewoon echt super lekker. Dus nou ja, ik moet zo ook zeggen, mijn hoofd in zo'n ding liggen. Dus dan wordt je mascara ook helemaal... Dus nou goed. Hier is ook een goodie bag. Dus hier ga ik even unboxen van jullie, zoals ik dat altijd doe. Ik heb als eerst een badolie met
arnica voor spieren en gewrichten. Mooi glazen flesje. Dan heb ik een massageolie met passievrucht en grapefruit. Wat is? Ik heb in dolmassages. Ik heb ook best wat massageolie in huis. Maar ik word nooit gemasseerd. Is ook zo'n flesje. Hoe ruikt dit? Oeh, lekker. Passievrucht vind ik lekker. Dan groene thee, kruidenthee met anijs, pepermunt en kaneel. Ik drink geen thee, ik lust het niet. Maar mijn ouders vinden het vast wel lekker. Body lotion met ylang ylang, verleidelijk en exotisch. Dat is deze. Ook lekker, ook weer een beetje ja, fruitig. Een leuke douche set met voor kleinere douchegel verpakkingjes. Lavendel, amandelbloesem, mint, eucalyptus en passievrucht. Een wellness voucher. Een dag entree bij de Veluwse Bron. Voor sauna wellness faciliteiten. Oh, dat is wel tof. Dan kan ik nog een keer naar de Veluwse Bron. Wat? Nog een keer massage. En dat was het alweer. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. We hebben hier eens een ander event dan normaal. Ik vond het zelf erg leuk. Lekker die ontspanning. Ik hou er wel van. Ik ben geen sauna mens. Ik hou niet zo van die hitte. En dan dat het heel erg koud is. Nee, dat is niks voor mij. Ik had trouwens bij die massage. Ik had een klassieke massage. Maar hij ging ook nog even toch met hot stone. Met hete stenen. Met hot stone. Zoals een hot stone massage. Dus om mijn rug. En het was wel lekker hoor. Dat was wel dat ik dacht. Wow, heet. Maar die ik dacht van. Heet. Ik verbrand me. Dat niet. En ja. Dat was het vandaag. Nou, heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.